and I swear, switching my lanes, living too fast. Forgive him for living, his life is a prison, so many you crash. When I feel like I'm dead, not alive, then I feel right, I bled from my eyes. Maybe your tragedy, call me your majesty, ain't no one bad as me. Aggie like Agassi, lacking you slacking, ain't no one can test me. En ja, toen zat ik in Istanbul bij een team en een club dat me enorm positief verbaasd had. Ook de Turkse competitie had me enorm verbaasd, waar ik op dat moment eigenlijk weinig van af wist. En ja, weet je, Kasımpaşa, mooie club, goede facilities. Ja, we hadden op dat moment een middelmatig team. Was niet constant, weet je. Ene week speelde heel goed, andere week speelde weer dramatisch. Maar het was voor mij wel op die leeftijd, 26 jaar, weet je, was het de eerste keer om eigenlijk te laten zien dat ik ook een beetje een leiderrol kon geven aan een team die natuurlijk, weet je, ik was voor hun natuurlijk een enorm grote speler. En ik kreeg ook die vrijheid en die verantwoordelijkheid van Arfa Latsa, weet je. Dat ik en Donk eigenlijk het team op sleeptouw moesten nemen. Dus dat was ook weer een stukje ontwikkeling voor mijn carrière. Om, weet je, vooral je verantwoordelijkheid te pakken en met de groep bezig te zijn. Nu half jaar later in de winterstop. Toen werd Clarence trainer, halverwege bij Milan. En toen belde hij me weer op. Dus ja, nu had ik zoiets van, ja, nu gaat het waarschijnlijk wel gebeuren. Alleen, tot mijn grote pech, kreeg Clarence toen geen budget, weet je, om spelers te kopen. Hij mocht alleen spelers huren, of spelers die trouwens vrij waren, weet je. En ik was op dat moment natuurlijk de belangrijkste speler bij Kasımpaşa. Dus Kasımpaşa wilde natuurlijk gewoon veel geld zien. Dus dat was toen weer een teleurstelling. Weet je, het mocht helaas niet zo zijn, maar ik vond het wel natuurlijk prettig dat zo'n persoon als Clarence op dat moment alsnog aan me dacht, ondanks dat ik al gevoelsmatig, een gevoel had dat ik er eigenlijk niet meer echt toe deed natuurlijk. 2 jaar Kasımpaşa en toen kreeg ik een gigantische bot uit Dubai. En ja, nogmaals, weet je, het is op dat moment natuurlijk makkelijk om zo'n keuze te maken, omdat ik al zei, weet je, ik ben niet meer op dat moment, weet je, echt in mainstream voetbalwereld. Dus ik had zoiets van, why not, weet je, dus op 28-jarige leeftijd ging ik naar Dubai. Nou, toen kreeg ik wel weer, het grappige was, toen kreeg ik wel weer heel veel media over me heen, negatief. Mm-hmm. Weet je, wat doet hij nou met zijn carrière en... meer om van waarom gaat hij zo vroeg al naar Dubai, weet je. Nou moet ik zeggen dat dat helemaal niet het geval is van die league daar, weet je. Het is, Nee, maar kijk, dat is wat jij weet, maar het is niet hoe je... Nee, maar precies, natuurlijk, weet je. Ze hebben het over de zandbak en whatever, weet je. Even een potje voetballen met een colaatje in je hand of zo, denken ze, weet je. Dus, maar ja, nu moet ik zeggen dat het daar helemaal niet zo makkelijk is. Hoor. En, er wordt daar wel enorm gevoetbald eigenlijk, als ik eerlijk ben. En, het enige minder natuurlijk, je speelt vaak in lege stadions. Weet je? Je speelt wel mooie stadions, weet je? Goede velden. Je speelt toch heel veel wedstrijden ook. Verschrikkelijk heet. Dat ook, dus dat maakt het ook nog moeilijk, weet je. En, maar goed, uiteindelijk... heb ik daar gezeten. Ik moest in het begin enorm wennen aan de hitte. Dus ik kon nog niet echt mijn spel spelen die ik graag wilde spelen. En waar ik heel snel achter kwam, ik moet zeggen dat ik voor een team uitkwam dat een topteam was daar. En dus de verwachtingen voor buitenlanders waren daar enorm hoog. Weet je? Het was bijna een soort van monopolie voor buitenlandse jongens. Weet je? Je hebt daarmee natuurlijk met sheiks te maken. Die enorm veel geld hebben en als je in hun ogen dan niet presteren, dan wil dus jou heel snel eruit knikkeren en wil dus andere buitenlanders halen. En op een gegeven moment stond ik onder druk, weet je, na 3 maanden. Yeah. Ik had toen nog geen goal gemaakt en ik kon mezelf nog niet echt onderscheiden, vooral door de hitte. En toen moesten we een wedstrijd spelen, was het de derby.
daar en die verloren we. Mm-hmm. Nou, natuurlijk een teleurstelling en na de wedstrijd, toen we van het veld afliepen, liepen we zeg maar richting de catacombe. Maar boven die catacombe had je zeg maar onze fans. Ja. Nou, en hun boeën, weet je, en fluit, uitfluiten. Nou, begrijp, weet je, we hebben verloren. Maar wat ik niet gewend was, op een gegeven moment, dat je gasten hadden die van bovenuit gingen spugen naar spelers, naar ons, weet je. En zelf in zoverre dat op een gegeven moment, weet je, een van ze gooide op een gegeven moment gewoon een sandaal gewoon. En die sandaal kwam op mijn schouder. Mm-hmm. Nou, op dat moment, weet je, flipte ik. Mm-hmm. En ik gooide die sandaal terug. Weet je, dus, en op een gegeven moment, ja, op dat moment toen het hele, ja, het hele vak, op een gegeven moment, weet je, gericht op mij. En, En ook wat ik toen gehoord had, vanwege ook het social media gebeuren. Ja, weet je, ik ging toen daarna door, ook nog op social media, weet je. Ik ging een beetje die fans lokken van, weet je, jullie zijn, weet je, niet echt, niet real. Jullie supporten ons alleen maar als we winnen. En je kent het wel, weet je. En, ik moet zeggen, fans hebben daar vaak last van eigenlijk, weet je. Ze zijn alleen maar goed als het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan weet je. Dat vind ik wel jammer. Wat zeg je? By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank up on my face. Hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, toen naar Deportivo, waar de in de eerste instantie, gewoon dus voor een jaar contract. Mm-hmm. Om te kijken, weet je, of ik dus nog kon voetballen in hun ogen. Mm-hmm. Het enige wat mijn droom nog was natuurlijk op dat moment is om in MLS te spelen. Dus we hadden gevraagd in mijn contract te zetten of ik gratis kon zijn eventueel voor de MLS. Weet je, als ik een interesse kreeg. Nou, daar was toen in het begin ja op gezegd. En op het moment toen we in Spanje waren, medische keuring gedaan. Interviews gedaan en toen moest ik gaan tekenen en toen stond dat er niet meer in, weet je. Dus dan zag ik erin van, hey, we hadden toch een akkoord hierover. Ze zei, ja, nee, straks doet hij het goed. Nee, dan willen we alsnog gewoon geld zien, weet je. Dus op een gegeven moment, lang verhaal kort, die deal ging gewoon bijna niet door. Ja. Dus ik stressen van, wij weer in de taxi naar de airport, weet je, terug naar Nederland. En je moet beseffen, we hadden toen de medische keuring al gedaan, de interviews al gedaan in Spanje. Ja. En dan ging het gewoon niet door, weet je. Ik was iets van, hè? Later belden ze van, ja, weet je wat, laten we in plaats van een jaar een contract voor een half jaar doen dan. Ja. Tot december, ja. 31 december. Dus wij zoiets van, oké, nou prima. Wij terugrijden, tekenen voor een half jaar. Toen moest ik natuurlijk weer wedstrijdfit worden. Snel wedstrijdfit geworden, wedstrijden gespeeld. Nou, alles liep eigenlijk alleen maar in mijn voordeel. En toen, in de maand december, toen belde Besiktas. Weet je, kwam de interesse. Nou, en Deportivo wilde ze natuurlijk heel graag dat ik bleef. Alleen, ja, wat ik wel op dat moment toen snel berekende was, hey, Besiktas speelt voor het kampioenschap. Ja. Hun zaten nog in Europees voetbal. Ik had natuurlijk op dat moment heel lang geen Europees voetbal gespeeld. Dus ja, ik zag alleen maar weer pluspunten natuurlijk, weet je. Dus eindstand voor Besiktas getekend. In 2017. En op het moment dat ik dus Besiktas koos, ging alles als een sneltrein. Ja. We speelden voor het kampioenschap, we werden kampioen mijn eerste jaar. Het jaar daarna trokken we de lijn door, goed in de Champions League. Toen kwam Nederlands elftal terug uit het niets. En here we are again. You know, terug in het in de mainstream world. Ja. Terug in het Nederlands elftal. Wat je al die tijd heel graag wilde. Ja, is nu uiteindelijk gekomen zonder dat ik er eigenlijk bewust mee bezig was. Precies. En het moment dat we uiteindelijk, laat me het zo zeggen, je ervoor koos om
je kapsel te veranderen. Mm-hmm. Toen gebeurde er iets grappigs. Ja, het was natuurlijk voor iedereen in het begin van wat doet hij nou, weet je? Ja. Rood en dat is natuurlijk heel apart. En ja, voor mij was het eerst ook even kijken, aankijken of ik het wel echt wilde. Weet je, ik had het in het begin de eerste instantie natuurlijk gedaan voor mijn vakantieperiode. Mm-hmm. Ik kreeg toen heel veel goede reacties, weet je, van mensen en op mijn social media. Dus ik had toen zoiets van, weet je wat, ik ga even de voorbereiding in met voetbal en kijken hoe er hier op gereageerd wordt. Nou, uiteindelijk in het begin wel heel goed, weet je, reactie vanuit Turkije vooral. En toen heb ik het gewoon gehouden. En toen ik dus weer voor het eerste keer bij de Nederlands elftal kwam, met de rode kapsel, ja, toen viel de media in het begin natuurlijk enorm over me heen, weet je, van ja, ze wilden me, het leek alsof ze me bijna een soort van voor lul zetten natuurlijk. En ja, mensen, weet je, Nederlandse fans gingen er natuurlijk op reageren. Maar goed, weet je, ik heb het gewoon gehouden. En het hielp natuurlijk enorm dat ik ook gewoon, weet je, goed presteerde. Weet je, het zat mee. Dus het lijkt nu alsof het een soort van geaccepteerd is. En nu hoor je er bij wijze van spreken bijna niemand meer over. Dus, nee, veel mensen gingen je uiteindelijk op een gegeven moment ook nadenken. Ja. Dat was ook het mooie. Ja, het viel in één keer op inderdaad. Dat je wat mensen had. Ze haar gaan kleuren. Ja. Overal voetbalvelden zag je het. Ja, overal. Ja. Tot het vandaag nog steeds. Ja. Als we nu het voetbalgedeelte hebben. Over hebben gehad. Gaan we nu over naar het gedeelte. Ja, wat uiteindelijk misschien niet met voetbal te maken heeft. En wat ik ook bij jou zag, dat het uiteindelijk ook een passie van je was, ondernemen. Hoe zit dat? Ja, het is. Weet je, kijk, als voetballer. Als je een beetje geluk hebt, weet je, kan je heel, heel snel natuurlijk veel geld verdienen. Dat houdt ook in natuurlijk dat je levensstijl verandert en waardoor je dus je niet verder kan ontwikkelen met school. Ja. Dus je moet van school af. En dat is dus vaak bij voetballers, weet je, dat ze zich vooral niet verder kunnen ontwikkelen, veel geld verdienen. Ja. En wat je bij veel voetballers ziet, is dat ze denken dat het op dat moment forever is, weet je. Ze krijgen maandelijks natuurlijk veel geld op hun rekening. En je merkt natuurlijk ook in hun lifestyle, weet je, hoe ze het uitgeven, dat ze dan denken, oh, weet je, het komt toch elke maand binnen. Ja. En ik had wel heel vroeg, ik moet wel zeggen dat het ook part is natuurlijk met de opvoeding die ik gehad heb. Mm-hmm. Dus ik had wel al heel snel. Dat neemt niet weg dat ik ook hele verkeerde uitgaven heb gedaan hoor, toen ik jong was. Maar elke voetballer heeft dat wel gedaan. Ja. Maar ik had wel heel snel door van, hey, het voetballen kan snel over zijn. Ja. Wat, je moet wel een plan hebben voor na het voetbal, weet je. Ja, mijn hobby naast het voetbal was natuurlijk muziek. Mm-hmm. En in het begin natuurlijk, toen ik jong was, weet je, heb ik mezelf natuurlijk wel eens. Ja, ik was volgens mij de allereerste voetballer, weet je, toen die ging rappen. En dat was in die tijd natuurlijk ook, weet je, ik kreeg heel veel over me heen. Ja. Dat ik me eigenlijk waarschijnlijk alleen maar met muziek zou bezighouden en niet zou concentreren op het voetbal. Terwijl het gewoon puur een beetje een uitlaatklep was. Ja. En het was leuk in die tijd en weet je, nummertjes opnemen. Ondanks dat... moest ik op een gegeven moment toch goed nadenken hoe ik toch betrokken kon blijven met muziek, ondanks dan niet op de voorgrond te treden. Dus toen ben ik eigenlijk meer de zakelijke kant opgegaan, wat muziek betreft, weet je. Ben ik een label gestart en heb ik zodoende, weet je, heb ik proberen talent te vinden en te developen. Mm-hmm. Mijn allereerste artiest was een chick in Liverpool. Weet je, ik heb daar zo'n, had ik een soort idols opgezet, heel erg lokaal,
heel veel mensen, weet je, hebben zich opgegeven. En uiteindelijk is daar een meisje van 17 uitgekomen. Waarmee ik even aan de slag ben gegaan. En die is uiteindelijk, weet je, Sony UK heeft er toen overgenomen als songwriter. Ja? Ja. Geweldig. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, omdat ik toen nog heel weinig verstand had van de business, ben ik wel genakt. Weet je, ik heb er niks voor teruggezien, maar ja, dat is wel iets, dat is wel een leermoment wat ik toen meeneem, zakelijk gezien. En daarna had je natuurlijk Perry Mystique, ja. Die nu onder de naam Distortion goed bezig is in Engeland. Ja, hij was toen in Rotterdam met Zware Jongens toen, weet je, heel goed bezig als producer. Mm-hmm. Maar hij wilde ook graag als artiest graag, weet je, doorbreken. En die kans wilde ik hem toen geven om in Engeland door te breken. Was tegelijkertijd voor mij ook weer een enorm leerproces om te kijken hoe ik dat kon bewerkstelligen, weet je, met de netwerk die ik toen had in Engeland. En ja, dat was ook niet makkelijk, ondanks dat hij heel, heel erg talentvol is en was toen, ook als artiest, liepen we toen ook tegen heel veel dingen aan. Weet je, het feit dat hij niet Engels was, weet je, en hij was Nederlands, maar rapte met een soort van Amerikaanse accent, dus ja. Daar vonden ze dat heel snel fake en niet real en weet je, konden ze niet relaten. Dus ja, het was heel, heel moeilijk, ondanks dat hij echt wel heel goede muziek had. Ja. Dus toen uiteindelijk, na denk ik een jaar of twee, toen hebben we het helemaal teruggetrokken en hebben we gezegd, luister, weet je wat, je moet je even terugtrekken als artiest. Dat moet je even in de koelkast zetten. Mm-hmm. En waarschijnlijk moet je even gaan produceren voor andere artiesten daar in Engeland om credibility, weet je, mm-hmm. op te bouwen. Nou, daar had hij in het begin moeite mee, omdat hij graag artiest wilde worden, maar uiteindelijk zo gezegd, zo gedaan. 2015 heeft hij zijn grootste nummer in de UK geproduceerd voor Little Bizzle, de Vester Schenk. En ja, nu wil hij helemaal geen artiest meer zijn. Hij vindt het produceren leuk voor anderen en het schrijven. En vandaag de dag is hij een van de grote producers in de UK. Weet je, dus dat is top.